Enkele bewoners uit Kamerwijnen hebben last van bruin kraanwater. Diensthoofd van het station van NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij te Kamerwijnen, Wendel Purperhart, gelooft dat dit mogelijk komt door de ingebruikname van de nieuwe pomp die nog geen 2 weken geleden is geplaatst, de La Liberté. De nieuwe pomp maakt deel uit van het La Liberté waterproject en is bedoeld om extra water in het net te halen voor de bewoners uit Kamerwijnen. Purperhart zegt dat deze pomp het water haalt uit de Suriname rivier en dit zuivert tot gezond drinkwater. Dat enkele bewoners geen transparant water uit de kraan krijgen als gevolg van de nieuwe pomp verbaast het diensthoofd niet. Want we hadden het ook verwacht. En met de ingebruikname van het nieuwe station La Liberté pompen we nu bijna dus bijna 24/7 in het distributienet van een geheel Kamerwijnen. Met een verhoogde druk, waardoor het aanslag van de leidingen die al jaren in de grond zitten, nu in principe loskomt. Purperhart benadrukt dat dit gebeuren ook de aandacht heeft van het bedrijf en dat zij al bezig zijn een spoelplan uiteen te zetten. Binnen hoeveel tijd dit probleem zal zijn opgelost, kan het diensthoofd nog niet aangeven, maar hij drukt de bewoners op het hart om niet in paniek te raken als hun kraanwater er niet gelijk transparant uitziet. Er is volgens hem geen reden tot paniek, omdat het water niet schadelijk is. Ja, schadelijk helemaal niet. Een bruine kleur komt door wat ijzeraanslag dat door de jaren heen is blijven liggen aan de leidingen dat ik daarnet heb gezegd. En helemaal niet schadelijk voor de gezondheid. Het is gewoon meer ijzer in je body. Dus hetzelfde heb je ook bij bepaalde groentes dat er ijzer voorkomt erin. Maar niet prettig om te drinken of om te wassen, et cetera. Dus mocht het zo zijn dat de mensen merken dat er wat bruin water uit de kraan komt, kunnen ze het even openlaten, dus laten doorspoelen en meteen contact maken met ons. En dan komen we langs om het verder door te spoelen. Er is dus geen reden voor de bewoners om zich zorgen te maken? Absoluut niet, helemaal niet. En, de SWM is verantwoordelijk om een goed en gezond drinkwater te produceren. En dat doen we ook volgens de WHO-normen. En we hebben ook onze eigen SWM-normen die continu worden getest op zowel de bacteriologische kwaliteit als de chemische kwaliteit. Dus absoluut geen reden tot paniek hiervoor. Purperhart vraagt geduld van de bewoners die er last van ondervinden en geeft ook aan dat de gebieden die nog niet voorzien zijn van water vanuit de SWM heel binnenkort ook aan de beurt komen. SWM voert hieromtrent tal van gesprekken met de regering om de middelen vrij te maken zodat dit plan kan worden gerealiseerd.